Evelien die van Justice Pregnant is ook mee. Gloednieuwe vlog op ons kanaal. We zijn met z'n drieën vandaag. Alleen mogen we niet zeggen. Dus we zijn met z'n tweeën vandaag. Undercover ninja. Als een ninja. Als een ninja. Nee. Ik heb nu alweer zin in een sappig verhaaltje van jou, dus vertel maar. Wat? Ja. Ja, maar ik heb, Justin heeft altijd sappige verhaaltjes. Oké, nou, ik heb een vriend. En die heeft in één keer een pijl op zijn arm. Maar hij zei niet waarom. Dus vertel. Dat is helemaal niet waar. Oké, maar laat de pijl zien. Hebben mensen de pijl gezien? De vorige vlog. Oh, what the fuck, die burger is echt warm. Ja, ze geven je geen koude burger. Ja, wat hebben wij nog meegemaakt eigenlijk? We zijn klaar met Pokémon Black. Ja. Je had bijna geen cola gekregen. Ja, we werden net opgelicht bij de Mac weer. Wat een verrassing, dus we werden opgelicht bij de Mac. We hadden twee grote cola's. En zeggen met twee zakjes, dus ik weet al, dus geen cola in zo'n zakje. Dus zij kijkt mij zo stom aan. Dus ik kijk haar het stom terug aan van, what the fuck? Nee, jij kreeg gewoon normaal. Oké, ik kijk normaal. Dus ik zeg tegen haar, en mijn cola. Zij zei, oh ja. Zij draait om, pakt zo'n half leeg flesje cola, weet ik veel, bekertje cola, waar ze al ooit had gedronken, ik had dat betrapt. Geef ze mij die, ik had twee cola's. Zij zo, draait ze weer om, pak ze die andere twee, geef ze die. Zegt ze, sorry, ik zit niet op te letten. En ik van, what's the for shit? Ja. What's the for shit? What's the shit? Dus ik geef haar adres dadelijk en dan... Gaan we met z'n allen op af. Smeren we poep onder die auto? Nog steeds niet gedaan. De burger is echt heet. Boah, er zit toch gewoon een haar. Wat de hel, man? De eerste McDonald's, hè? Ik zei toch dat Dennis met je burger gekloot had? Dennis, jij bent mooi. Ja. Het is wel warm in de auto. Nou, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. En als ze die open doet, dan horen mensen van buiten ons. Oh ja, dat is wel een beetje fucked up. Wat heb jij besteld? Ja? Wat heb jij besteld? Nee, dat is altijd. Maar, daar word je dik van. Nee, want die burger niet waar zijn. Dit is gezond. Ja. Dit is een biologische burger. Maar ja. Dan is hij gezond. Wow, ik ben echt warm. En zeg me niet sorry. Sorry. Het is ook warm, ik heb het ook warm. Ja, dat is Mootje trouwens, met Ali, links. Ja. Ik doe gewoon random Turkse naam op. Waarschijnlijk is één van de twee heeft die naam. Maar dan gaan we de Pokémon review opnemen. Was je er zin in, hè? Als ik hem gekeken heb. Maar, weet je wat het probleem is? Ik dacht dat je gewoon alle Pokémon zou reviewen in één video, zeg maar. Dus die was dit. Dat was gaat dat. Niet, want dat is fucking lang. Nou, als jij een A4'tje per film hebt. Heb je 10 minuten per film, zoiets. En omdat er met z'n tweeën zijn, 15 minuten. De laatste drie films waren wel leuk, hoor. Alleen de laatste zat wel een beetje bullshit in. Ik weet niet of ik dat nu al moet verklappen. Ja. Ja? Ja. Oh. Er is zo'n gast, de bad guy. Die heeft zo'n staf en die gaan die elke Pokémon mega evalueren. Zomaar. Is de, welke film is dat dan? Hoe heet die? 19 Vulcanion. Oké, ja. En dat was je spoiler. Nou, dat was een spoiler, ja, maar het is ook bullshit. Dus zelfs Pikachu krijgt een mega evolve, want hij kan elke Pokémon mega evolve. Ik heb dan veel die spikes voor je. Ja. Waarom die spikes? Is dat echt nergens? Dat er geen vogels op kunnen zitten. Weet je dat niet? Nee, maar. Ik snap het ook niet. Nou, ik zet hem af een beetje open. Zo. Oh! Oh. Ja. Hier vanuit het weer. Oh, ik had als eerste de McChicken op en hij was best lekker. Dat is fijn. Nu nog je Big Tasty. Met de Big Tasty zelfs dan. Ja. Of niet? Ik was gisteren bij Daisy, bij mijn schatje, mijn lover. En zij liet zo'n harde scheet. Grapje, hè? Oké, Big Tasty. Doop je hand.
Wat zei je? Vertel over je ham. Ja, dat was slim. Gisteren, ik dacht ik heb honger, dus ik maak een toffee voor mij en mijn scheetje. Letterlijk en figuurlijk scheetje. In ieder geval, ik maak dus een tosti. Dus ik koop ham uit de koelkast. Gewoon helemaal dicht, niks aan de hand. Ham, lekker. Dus ik pak de kaas, plak je ham. Maar ik pak die ham en die blijft van aan mijn vinger plakken. Zo plakkerig was die. Dus ik dacht echt van, eeuw, weet je wel? Mm-hmm. Eeuw. En hij glanst ook helemaal. Een soort als je zeg maar kunt en je smeert het uit over je been. Die glans. Baba. Maar je weet wel waar ik het over heb. Volgende. En dat was mijn vraag. Nee, dus hij glanst helemaal, zeg maar. Dus ik pak die ham, ik leg hem echt goed zo over de kaas. Ik zie dat de kaas niet helemaal recht op het brood ligt, maar ik krijg die ham niet meer van die kaas af door dat slijm en dat plak. Dus, ik denk van ja, het is tot de 15e goed. Gisteren je rook er nog aan. Ja, ik rook er nog aan. Rook gewoon naar plakkerige ham. Ja, dus goed, denk ik. Dus, ik doe het broodje erop en ik leg hem in tosti-ijzer. Ik wacht een paar minuten en ik heb een tosti. Dus ik eet de tosti, niks aan de hand. Daarna maak ik nog een tosti, maak ik er twee, één voor mij, één voor deze. Daar eet ik die op mijn kamer op. Dat is nog een tosti gemaakt. Yummy. Lekker. Op. 10 minuten later voel ik dus mijn buik een beetje knorren, een beetje raar doen. Gewoon het gewoon. En één keer laat Daisy, dus een... laat ik, dus een scheet. Nee, eerst liet Daisy een scheet en daarna zat ik te persen, weet je nog? Mm-hmm. Maar dus, misschien stond jouw scheet wel. Nee, want jij liet er daarna nog Heb je dat op papier staan? Nee, en toen liet ik dus een scheet. En hij was fucking heet. Ik heb volgens mij nou ook gewoon blaren op mijn billen door de warmte. En hij ging ook echt zo. En ik voelde ook gewoon een beetje, zeg maar, vloeistof uit mijn anus gaan. Je zit te eten. Oh, okay. En het was, zeg maar, zo een vieze, gore, warme lucht gewoon. Echt gewoon echt smerig. En het erge was nog, je rookte ham. Ik rook die plakkerige ham. En de geur bleef echt gewoon hangen. Echt gewoon... Okay. Oh, ik rook gewoon kant-en-klaar. Ik denk, 10 minuten lang bleef die geur hangen. Echt niet normaal. En het mooiste ervan, ik liet meerdere van zo'n scheten. Ja. En die geur zit nou allemaal in onze deken. Nu was verzakken. Dus... Nou, dat was wel een leuk verhaal. Ja. En kijken jullie nog series op dat moment? Nee? Jij wel? Ja, best wel veel zelfs. Welke? Ik ben net begonnen aan 13 Reasons Why. Misschien heb je daar wel van gehoord. Dat is best een bekende serie op het moment. Deze, heb jij er van gehoord? Nope. Nou, geef me eens 13 redenen waarom ik die serie moet kijken. Nee. Nou, dat ga ik niet doen, maar ik kan wel een beetje uitleggen. Ik wil niet te veel zeggen, want dan spoil ik misschien. Maar niet uit. Waarover gaat het zo? Een meisje die het zelfmoord gepleegd. Oeh. En dan gaat ze 13 redenen vertellen waarom. Ja, en die heeft allemaal bandjes voordat ze zichzelf zelfmoord pleegt. Ze hebben bandjes gezet. Elk bandje gaat over één persoon en wat die dan heeft gedaan waardoor ze dat heeft gedaan, zeg maar. Mm-hmm. Dat is echt ziek, die dingen die ze vertelt doet. Het is best wel vet. Ik dacht... Maar hoe lang duurt de serie dan? 13 afleveringen. 13 afleveringen. Oh. En er komt wel een seizoen 2. Nee, ik weet nog niet wat ze gaan doen. Ik heb pas 6 afleveringen. Of wordt er dan nu? Dat weet ik niet. Ik heb pas 6 afleveringen gezien. En waarschijnlijk wel met dezelfde persoon. Dus misschien 13 redenen. Iets van die vooraf. Ja, wat ik nu denk, ik heb 6 afleveringen gezien. Ik denk dat ze het in scène heeft gezet omdat ze helemaal niet dood is. Maar dat weet ik nog niet, want ik heb pas 6 afleveringen gezien. Maar het is wel echt heel vet. Wel leuk. Klinkt in ieder geval. Nou, welke zin nog meer? Ik heb Shadowhunters gekeken, Riverdale. Dat was het. Oh nee, Teen Wolf heb ik gezien. Oh ja, dat is een serie op Nickelodeon of Disney. Nee, dat is de andere. Hoe heet het ook weer? Weet wat je bedoelt? Teenage Wolf. Nee. Oh, minderjarige wolf. Dolfje Weerwolf, ja. Je weet wel wat je bedoelt. Wolf's Life of zo, Wolf's Bloed. Wolf's Bloed, ja, volgens mij. Ja. Elke keer als het op tv komt, is het altijd dezelfde aflevering. Welkom in de Nederland. Ja. Komt nou ook al. Sinds dat ik Nicktoons heb,
denk 4 maanden terug, 5 maanden terug, komt gewoon al elke keer hetzelfde. Gewoon elke dag. S'avonds, Pinguïns Madagascar, Ninja Turtles, bla 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 bla. Ja, en dan saai, 3 seizoenen. En dan zijn die voorbij, begint weer bij seizoen 1 en dan weer, weet je wel. Gewoon elke keer vooraf op. En ik denk echt van, mensen betalen gewoon voor Nicktoons. Nou. Waarom hou je zoiets niet up-to-date? Ja, precies. Gewoon elke keer vernieuwing, elke maand gewoon nieuwe dingen daarop. Ik vind het zo apart hoe erg de tv achteruit gaat gewoon. Maar weet je dat het vroeger ook was toen wij dat moeten kijken? Dat was ook altijd hetzelfde. Maar toen vonden we dat niet erg omdat we kinderen waren. Maar als je het moet doen met Pinguïns of van Madagascar en Ninja Turtles, ja, dan is het toch een beetje terug. Ja. Heb je liever Yu-Gi-Oh? Komt niet meer op Nicktoons. Boze bevers. Komt ook niet op Nicktoons. Chin-Chan komt ook niet. Dus ja. Ja, dat is wel fucked up, ja. Het is gewoon heftig. Ja, heel heftig. Zo heftig als een heftig. En nu dat Spike zijn eigen kanaal heeft. Ja. Is Nickelodeon voor hetzelfde als Nickelodeon. En weet je wat daar komt? Boze Beavis, Lucas Modern Life. Oh, dat is wel. Rugrats. Dat zijn al 3 dingen waarvan ik denk, waarom is dat dan niet op Nicktoons? Maar dat zijn wel de leuke dingen. En stop bij Ginger. Ja, maar dat komt ook niet meer op Nicktoons, want dat seizoen was toen afgelopen. En nu komt er iets anders op, maar ik weet niet waar. The Wild Thornberries. En weet je hoe laat dat stop bij Ginger op Nicktoons kwam? Nee. 3 uur. Ja, ik vond het ook niet leuk, dus mij maakt het niet uit. Maar voor als je dat wel leuk vindt, dan is dat wel fucked up. Maar dat was met, op een gegeven moment met Winx Club toch ook zo. Winx Club komt nog wel op Nicktoons, maar om 5 uur in de morgen. Dat bedoel ik. 3 afleveringen achter elkaar. En dat was toen wij op de middelbare school zaten. Toen kwam Yu-Gi-Oh! Altijd om 7 uur 's ochtends. Dat je denkt van, dan zijn we vrij, kan je uitslapen. En dan doen ze het leukste programma's om 7 uur 's ochtends. Dat nog niemand wakker is. Yep. Ja, ik vind het ook echt raar dat die mensen, zeg maar, gewoon niet zijn ontslagen. Nou, misschien wel, dat weet je niet. Dat zal je nooit weten. Maar waarom is er dan geen verandering gekomen? Dat de nieuwe mensen het ook een goed idee vonden. Geet, wil je nog een beetje bacon? Nee, ik zit vol. Je bent een bacon. Maar, waar wil je ons kip mee uit? Ik snap wel dat je vol zit naar de 3 Big Macs. Hey. Sorry. Dat is echt heet. Ja, het is ook echt heet. Feeling hot, hot, hot. Ja, maar het is echt heet. En heb je nog een gare aflevering gezien van wat keek je ook weer met, dat, met al die misdaden ofzo? Oeh, Investigation Discovery. Ja. Oeh ja, ik heb nog echt een paar sappige gezien. Waarvan ik echt denk van. Laten we. Holy shit. Oeh, had ik al verteld? Dat heb ik wel tegen jou verteld, hè, Poepie. Die ene. Die was echt. Welke? Hij was niet zeg maar zo heftig van oeh, zo'n gruwelijke misdaden. Maar die was zeg maar echt heftig dat ze daar gewoon echt gewoon een horrorfilm over moeten maken. Ik ga het je vertellen. Spannend. Spannend. Eerst even wat kipnuggets. Skate, wil je echt geen kipnuggets? Eén. Maar je liet een boer. Zo communiceren wij. Ja. We zeiden net dat je lelijk was. Ja. En dat ben je aan het vermoorden. Dit is Milan's laatste vlog. Dus dat wil je niet tegen kijken tussen de tijd. Dus vertel. Oké, okay, even de saus aflik. Ja, die op dat papiertje. Ach, godverdamme. Nee. Nou, doe even die zak. Nee, doe jij het. Oké, scheet, wacht even. Ik moet een verhaaltje vertellen. Dus ik doe even 1 dippen. En dan geef ik jou de rest. En dan mag je daar gewoon zo lang over doen als je wil. Ja? Haal. Maar ik hoef er maar 1. Hoepie. Dan geef de rest maar aan Milan. Is goed. Milan, jij had 24 kipnuggets besteld, hoor ik. Nee. Nou. Oké. Wacht nog steeds. Hier komt hij, hè? Ja. ID is een van mijn favoriete zenders, maar ik word er wel echt super achterdochtig van. Want... Ja, en als ik let slaap, dan zet het snel af. Nee, daar de laatste tijd niet meer. Poesie. Je denkt, als je naar buiten gaat, dat er iemand gewoon langs staat die je wilt vermoorden, zeg maar. Want zo, ja, zo heftig. Oké. In ieder geval. 3 jongens, vrienden van elkaar. Zometeen. 3 vrienden van elkaar. Barry, Harry
en... Potter? Potter, prima. Ik weet niet meer hoe ze heten, maar in ieder geval Barry, Harry, Potter. En Barry, de vriend van Harry en van Barry. Ja, dat is echt goed. Die had een vader. Die vader had die moeder geneukt, want anders kan die nooit zijn geboren, zeg maar. Wordt zo'n verhaal. Oké. Ik hou het al gewoon... Ik hou het al kort. Oké. In ieder geval, hun hadden een vakantiehuisje. En hun hadden een vakantiehuisje midden in de in het wild van Amerika, zeg maar. Dus echt gewoon... ze zeiden 80 kilometer van de bewoonde wereld. Ja, van waar hun woonden en dan 16 kilometer in het wild, zeg maar al. Dus dat huis had geen stroom, elektriciteit, dat stond daar. Ja. Dus ze hadden er allemaal blikvoeren en zo, bla bla bla. En dat was dan, daar gingen ze dan vroeger naartoe als ze vakantie hadden en dan konden ze daar jagen, vissen enzovoort. Daar liepen ook wilde puma's, puma's. Nou, ja, geen puma's, maar andere luipaarden of zo. Ik weet niet, gewoon in die wolven Leeste. Liepen er, beren en nog iets, gewoon enge dingen die je op kunnen eten, prima. Dus, en hadden afgesproken, voor het avond moesten ze op de terugweg zijn, want daar had je ook nog eens geen bereik. Hè? Oh, en dan praat over horrorfilm, geen mobiel, is hoe eng, spannend. Dus, die vrienden, die gast, die ging met zijn twee beste matties, want die wilde dan mee en dan gingen ze daar een beetje jagen, een beetje kloten enzovoort, prima Jima. Dus we gaan daar naartoe, twee uur rijden zijn ze daar en voor het laatste stuk, want dan ga je van de weg af, ga je op zo'n zandpad, zo erg in de jungle is het zeg maar, moesten ze uit de wagen en in hadden zeg maar een grote bak en daar hadden ze achterin zo'n buggy of zo, of ja, noem je dat, gewoon zo'n terreinwagentje waarop je op ruw terrein kunt rijden zeg maar. Dus ze gingen daarin rijden en reden naar het huis. De reden waarom ze in eerste instantie naar het huis gingen, was omdat er weken vooraf was er een storm geweest, overstroming. Dus ze gingen naar de schade kijken. En omdat die vader gewoon moest werken en die jongens vrij waren, dachten die jongens, hey, dan gaan wij wel kijken hoe en wat. Nou, dus ze gaan daar naartoe. We zijn bij het huis. En ze kijken alleen via buiten al, zeg maar, want die jongens wilden meteen zeg maar, de bladeren opruimen die daarvoor lagen. No. Rondom het huis, zeg maar, die afgebroken waren van de bomen. What the fuck, Bobby? Ja, en nice. Ja, oké, ja, gaan we. Ja, er komt een bitch. Oh shit. En hun wilden dus die bladeren opruimen. En ze keken dus van buiten een beetje van ja, geen schade, mooi, dan kunnen we meteen gaan jagen. In één keer horen ze de deur van dat huis opengaan, langzaam, een kiertje zo. Ja. Dus in de verte zien ze een zwarte vlek, want die gast was zwart. Nee. In ieder geval, in één keer stond daar dus in the middle of nowhere. Yo! Hoezo rook jij? Heel lang. Teleurgesteld. Ja, dat is echt heftig. Nee, dat kan niet. Dat kan. Jullie? Ja, dat komt goed. Had je trouwens een Epic Tasting gespeeld? Klopt niet. Nee. Oh, en ik wil dat je dit verhaal confirmt, want anders geloof ik het niet. Een oud collega van jou die zei dat hier iemand was gepijpt in het kantoor bij de Mac. Dat weet ik niet. Interessant. Dus, ja. Spannend. Of heb je nou dat radiootje aan, dus kunnen ze je horen? Ik heb het gewoon alles. Oké. Nee, dat weet ik niet. Nee, ik zou het niet weten dus. Oké, ik hoorde de manager. Dat zijn dingen die wij niet te horen krijgen. Wij begrijpen. Dat is een briefing. Maar ik ga verder werken. Ik moet met de boot spelen. Ja, is gewoon wel. Veel plezier. Doei. Succes. Merk ze. Waarschijnlijk heeft hij een pet. Ja. Oké, ik heb al. Oké, vertel. Oké. In ieder geval, ze zijn daar. Ja. Ze hoorden daar dus in één keer muziek. Nee. In ieder geval, ze zagen daar dus in één keer een man in the middle of nowhere met een wapen voor hun neus staan. Ze schrokken zich kapot natuurlijk, want daar hoort niemand te zijn. Man, die was dus zeg maar een ex-gevangene en die was ook zeg maar opgegroeid in de natuur, overleven, bla bla bla. Of ja, opgegroeid, daar hield hij van, dat was hobby. En nadat hij uit de gevangenis kwam, had hij eigenlijk niks meer. Dus ging hij gewoon in het wild, zeg maar, kwam hij de huis tegen. Toen dacht hij, hey, er is niemand, er is het eten, ik ga daar voor wonen. En dan kijk ik wel hoe lang, zeg maar. Hij keek met de dag af. Maar die jongens, die schrokken zich dus kapot.
En die jongens zeiden, hé, dit is privéterrein, jij hoort hier niet te zijn. Mm-hmm. Maar die man zo, ik heb hier het wapen, dus bek dicht, kom naar binnen. Nou, dus ze werden onder vuur gehouden, zeg maar. Mm-hmm. En die man die zat te twijfelen van, als ik ze vermoord, dan kan ik hier blijven. Maar dan gaan mensen hun missen en dan komen ze hier alsnog naartoe, dus kan ik hier niet blijven. Dus hij zat echt te twijfelen wat hij nou moest doen. Toen zeiden die jongens, die jongen van wie dat huis was, die zei, mijn vader komt rond de avond ook. Dus ja, als je ons vermoordt, dan snap je, moet je hem ook nog eens vermoorden. En dan gaan ze ons zoeken en dan ben je alsnog de zak. Dus neem onze auto en rij gewoon weg. En dan, ja, wij hebben hier toch geen bereik. Dus ja, weet je, prima. Nou, dus die man die gaat uiteindelijk akkoord en die rijdt met een auto, rijdt hij weg. Mm-hmm. Nou, die vader die kwam dus niet, zeg maar. Oh. Dus hun moesten dus kiezen, blijven we in het huis, wachten totdat we worden gevonden, totdat ze naar ons komen zoeken. Ja. Of gaan we alvast zelf weg, want misschien komt die vent wel terug. Ja. Dus ze zaten twijfelen, maar ik vond dat ook in zo'n geval, misschien komt die vent terug. Ja, pak wat messen in de keuken en komt hij terug. Ja, je doet wel, hè, maar je bent daar met z'n drieën, hè? Ja. Mm-hmm. Snap je? Je gaat gewoon in een hoekje staan van dat huis en je hoort het kei goed, want het is daar kei stil. Ja. Dus als je dan iets hoort, je gaat gewoon liggen in een hoek, doet hij die deur open, tjak. Mm-hmm. Oké, maar in ieder geval, hun gingen dus vluchten. Dus hun gingen dus in de avond, toen was het dus al avond, of ja, het was rond 4 uur, dus of 2 uur voor dat avond, gingen hun dus uit het huis. Maar ze hadden daar dus al bijna niks gegeten. Ze gingen daar echt met adrenaline weg. Mm-hmm. En kwamen ze daar dus in die wilde natuur. Mm-hmm. Toen lieten ze dus op ID zien van dat hun daar dus rondliepen. En dat ze dan in één keer nog die auto voorbij zagen komen waar die gast dan in reed. Ik zo, die gast die had al 3 uur voorsprong. Yeah. Die auto rijdt veel harder. Die is gewoon al lang weggereden, dus dat klopte niet. Maar die zeiden dus dat hun nog gingen schuilen en dat die auto zo langzaam reed. Mm-hmm. Dat die vent nog naar hun op zoek was. Dat vond ik een beetje, Die dacht, die vent is gewoon keihard weggepeurd en klaar. In ieder geval, die jongens hadden dat dus overleefd en aangegeven dus bij de politie. Die vader die kwam hen toch zoeken en hun kwamen hun tegen, zeg maar. Want ze zeiden ook van, ze zagen lichten, mm-hmm. Toen moesten hun dus kiezen van, worden ze gered of is het dan, zeg maar, die crimineel en dan worden ze vermoord. Ik dacht ook zo van, je ziet toch gewoon aan de auto hoe en wat of aan het geluid of bla bla bla. Maar in ieder geval, dat was om het spannend te maken, die vader had hen gevonden, prima Jima, ze zijn gered. Ze gaan dus aangifte doen bij de politie, want hè, in een huis is ingebroken. Terwijl ik daar ook raar vind, want als je naar een vakantiehuis gaat, dan is het toch logisch dat daar misschien wordt ingebroken. Er is toch niemand. Er is helemaal niemand, het huis staat in de middle of nowhere. Wat had je dan verwacht? Appelsap? Nee, pompoensap. Dus, in ieder geval, we doen aangifte en de politie gaat naar die man op zoek. De auto wordt gevonden, nee, de auto wordt nog niet gevonden. Een week later, in een ander huisje in de natuur, wordt iemand vermoord. Dus die man die had daar dus ingebroken en die zag dus dat daar iemand ook binnenkwam. En die koos in plaats van voortaan hun leven te laten, hem gewoon te vermoorden, de buit meenemen en weg te gaan. Ja. Dus die jongens hadden best veel geluk, dat werd nou gezien. Dus die man is nou dus in plaats van inbreker moordenaar, dus de klopjacht wordt groter. Dus in ieder geval. De klopjacht wordt groter, dan gaat de politie naar hem op zoek ook nog meer. En komen ze dus in een campertje, komen ze ergens tegen ook in the middle of nowhere. Dus hun denken, oh daar zit die gast. Inderdaad, daar zat die gast. Dus twee agenten stormen naar binnen met een gun. Die gast zit op hem te wachten, paf paf, schiet die agenten neer. Die agenten hebben het uiteindelijk wel overleefd, maar zo heftig was die gast. Dus die gast was volsvluchtig, had 1 iemand vermoord en 2 agenten verwond. Ja. Dus die gast... Die moest opgepakt worden, gevaar voor iedereen. Die jongens beseften dus weer hoeveel geluk ze hadden. Nou, weer 2 weken later komt die, er hangen overal flyers rond dat gebied. Van hé, die gast wordt gezocht, bla bla bla. Ze kwamen er ook achter wie die gast was, met naam en bla bla bla. Dus het was maar een kwestie van tijd dat die gast, zeg maar, werd gepakt. Ook omdat hij DNA had achtergelaten. Ja. Hij stond al in de databank, want hij was ex-crimineel, bla bla bla. Dus hij werd zo gevonden eigenlijk. Nou, hij had dus honger, hij ging naar de winkel en hij betaalde gewoon en die man achter de bar, die herkende dus, die gast belt meteen de politie, wordt ingesloten, politie arriveert meteen in een paar minuten op parkeerterrein, die gast wil zich niet overgeven aan de politie en wordt dus neergeschoten. Gewoon nagaan, dat wij nou, hey, we zullen even naar het vakantiehuisje en dat daar gewoon iemand zit, gewoon met een gun.
Oh, dat was het verhaal. Ik dacht, er gebeurt nog iets met de jongens of zo. Nee, ja, de jongens hadden het dus overleefd, maar die hadden dus gewoon net zo goed daar gewoon dood kunnen zijn. Omdat hij die anderen wel laat leven, zeg maar. Dat vind ik een beetje het fucked up. Van die jongens wel, want omdat hij dan denkt, shit, ik word opgepakt. Ja. En daarna heeft hij er in één keer schijt aan. Ja, had ze op een dag denk ik. Zal ik het even weggooien? Dus moet je gewoon nagaan. Maar aan de ene kant, ik vind het ook wel dom van de jongens. Want hoezo denk je dat er een huis in de middle of nowhere, dat daar niemand inbreekt? Ja, omdat niemand misschien weet dat het huis er staat. Ja, oké, maar ik vind het ook een beetje dom van hen. Ja, ik snap het wel. Ik zou juist eerst dat hele huis gaan controleren, zeg maar. Zullen we hem even aanrijden? Ja. Ben je trouwens mooi, Skate? Dank je. Wat is je? Wat moet je nou weer lachen? Ja, die voetje rijken. Ja, rijk. Anders moet je. Nee, anders moet je leuk. Je moet even snuffelen. Nee, je neus moet tegen de zon. Ja. En een kistje. En de onderkant van me. En je penis. Dus moet je gewoon nagaan. Kijk, het is zeg maar niet het, de moordenaar die ik zo heftig vind. Maar ik vind het zo heftig, de onvoorspelbaarheid in de situatie. Ja. Die jongens die gaan daar gewoon naartoe, die denken dan van, hey ja, vakantie. Het enige wat ik dom vind van die jongens is dat ze niet in het huis zijn gegaan. Maar aan de ene kant misschien ook zwemmen, anders werden ze meteen neergeschoten. Ja. Maar dat je ervan uitgaat dat een huis in the middle of nowhere, dat niemand daar... Ik snap wel dat je denkt van, hé, daar komt niemand. Maar je gaat zoiets toch checken. Je gaat toch checken van, hé, er is schade. Misschien was wel iemand daar buiten, schuilde naar binnen. Je gaat toch checken, zeg maar. Plus ook, van die gast is binnengekomen. Was de deur niet op slot? Was er een raampje kapot? Je bent toch gewoon ergens in een onbekende plek waar geen wet is in principe. Waar geen politie is, waar je geen bereik hebt. Dan ga je toch eerst even checken. Gewoon, misschien is er een dier naar binnen gegaan. Ja. Gewoon, je bent, ja... Hun dachten echt dat er niks zou, dat er geen kwaad ergens zou zijn. Maar ik zou zelf, zeg maar, zou ik dat toch best wel eng vinden. Om gewoon naar zo'n huis te gaan in het wild. Er is nooit iemand, we zijn er echt een jaar niet meer geweest of zo. En dan er in één keer naartoe gaan om te checken. Ik zou dat best eng vinden hoor. Ik zou dat toch wel met een gun, zeg maar, zo naar binnen lopen of zo. Als je, in Amerika mag dat. En dan met meerdere mensen, zeg maar. Ja. Gewoon nagaan dat, zeg maar, zo'n situatie zo onvoorspelbaar ligt en dat... Iedereen kan overkomen in principe. Ja, precies. Ja, dat is wel fucked up. En eergisteren ging het over een zaak, over een sluipschutter in Amerika. Die gewoon meer dan 11 mensen had neergeschoten. Over verschillende staten met hetzelfde wapen. Die ongezien dat zo vaak heeft kunnen doen. En die, pas op het laatste vertellen ze dan dat hij is opgepakt. En dan onderzoeken ze dus hoe ze daar gegaan. Er waren dus twee mensen, en het was een ex-commando of een ex-militair sluipschutter, die had ervoor geoefend. Die hadden in de kofferbak hadden ze een gat gedaan, waardoor ze dus door de kofferbak heen konden ze dus schieten met de silencer, waardoor die dus eigenlijk nooit was gezien. Ja. Had gewoon 11 random mensen vermoord, waaronder een FBI-analyst. Gewoon 9 weken. Hij heeft een kind vermoord bij een school. Hij heeft die FBI, hij heeft mensen vermoord die zaten te tanken. Hij heeft mensen vermoord die gewoon op straat liepen, gewoon... What the fuck? Dus die gast kreeg de doodstraf en de chauffeur kreeg levenslang. Was een jongen van 17. What the fuck? Dus alsjeblieft, ik hoop dat hij daar zit en jou nou neerschiet. Daar heb ik al. Dus kijk ID. Dan word je sneller. Okay. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Vond je nou een leuke vlog? Klik dan even op. Deze is gezegd. Deze, laat je gezicht zien. Bedankt voor het kijken. Adios! Ja, de telefoon kapot. Grap ik zo. Dat is waar.